Duizenden boze juffen, meesters en ouders. Ze zijn ongerust over de bezuinigingen in het passend onderwijs. De opkomst is groter dan verwacht, merkt de Utrechtse schooldirecteur Paul de Haan. Wij konden eerst de zaal niet in, we moesten wachten. En er ging deze zaal open, maar de helft van de collega's staan nog buiten. Omdat de hoofdzaal vol is, moet Paul de actie op een scherm volgen. Net als duizenden collega's die zelfs niet eens naar binnen kunnen. Eerder op de dag zijn we op de school van Paul, de Bertha Muller School. Dit hebben de collega's gisteren thuis gemaakt. Ik heb ze opgeroepen om te protesteren. En eerst vond men dat eigenlijk wel een beetje vreemd, want men dacht van nou, dit zal zo'n vaart niet lopen, dit kan toch niet waar zijn. En ik heb proberen te vertellen dat het echt draconisch is wat er gebeuren gaat. Op de Utrechtse school zitten vooral kinderen die slechthorend of doof zijn. Ken jij de tafel van 5 al? Oké. Juf Hanneke vreest de bezuinigingen. In haar les praat ze met de 7 kinderen waarom ze gaat demonstreren. Door de bezuinigingen wordt haar groep bijvoorbeeld groter. Kan je de les nog goed volgen als de groep groter wordt? Ja, dan wordt het lastig om het te volgen, want dan gebeurt er zoveel. Ja, klopt. De meeste kinderen gaan niet demonstreren, maar ze vinden de bezuinigingen maar niks. En ook een beetje geïrriteerd. Ja, je bent ook een beetje geïrriteerd. Ja. Ben jij dat ook? Ja, al is geïrriteerd voor juf Hanneke nog zacht uitgedrukt. Ja, ik kan er echt heel erg boos over worden. De kinderen die zeiden ook tegen mij net van, oh juffrouw, waarom kijk je zo boos als je erover vertelt? Maar ja, het maakt me inderdaad ook echt boos. En dus staan ze vanmiddag allemaal in Nieuwegein. Daar waagt de minister van Onderwijs zich in het hol van de leeuw. Want het is wel degelijk dat ook ik gewoon als minister van Onderwijs, maar ook als mens, heel goed begrijp dat u zich zorgen maakt. Voor de demonstranten en directeur Paul de Haan is het medeleven van de minister niet voldoende. En dat het met minder moet, dat snappen we ook. Ook wij moeten een steentje bijdragen. Maar niet op deze manier. Niet op deze rigoureuze manier en dit tempo. Neem ons mee in de veranderingen, dan kunnen we samen iets bereiken. Binnenkort praat de Tweede Kamer over de bezuinigingen. Deze demonstratie heeft in ieder geval de toon gezet.